twee dingetjes heb ik even. God zal je, punt 1, God zal je verbazen met zijn goedheid. En daar wil ik gewoon iets over zeggen. God wil jou en mij verbazen met zijn goedheid. Dat is ook diep. We denken vaak aan moeilijke dingen. Vanmorgen had ik wat dingen waar je doorheen moet. Maar nu wil ik iets zeggen wat God wil geven. En dat is ook diep. God wil jou en mij verbazen met zijn goedheid. En dat denk ik aan Mephibozet. Ik weet niet hoe de klemtoon ligt. Mephibozet. Die was familie van koning Saul. Koning Saul moest weg. Koning David werd koning. En Saul was natuurlijk de vijand uiteindelijk van de koning. David. En nou is het even een diepe. Mephibozet had hulp. Maar dat meisje, dat viel tijdens het vluchten. Want ze waren bang dat alle familieleden van Saul gedood zou worden. Dus die vlucht met dat jongetje van 5. En ze valt en hij breekt beide benen. En zo vluchten ze. Verschrikkelijk. Niemand mocht weten dat hij familie was van de koning, de vijand. En nou denken jullie, waar gaan we nou heen? Hier ga ik heen. Jij en ik, wij zijn misschien ook al gevlucht voor onze zonden. Jij en ik hebben misschien dingen achtergelaten. Jij en ik zijn niet volmaakt. Jij en ik hebben een gebrokenheid. Jij en ik, onvolmaakt. Jij en ik, tekort. Maar deze Mephibozet was verlamd. En hij woonde in een plekje waar niemand hem wilde zien. Niemand. En dan komt er een rechtvaardige koning, David. En die zegt, is er iemand van de familie van mijn vijand over waar ik goed aan kan doen? Bijzonder, hè? Want God wil ook goed aan jou en mij doen. En dan zeggen ze, ja, Mephibozet is er. En ja, hij is verlamd. En hij is inmiddels al volwassen geworden. En een heel stukje. Je hoeft hem niet te lezen. Maar het wonderlijke is, net als Mephibozet, mag jij en ik aan de tafel van de koning zitten. Want de koning zegt, haal hem op. En kan je nou voorstellen, in een plaats, ik ga hem niet eens noemen die plaats, maar eigenlijk negatieve plaats. Niemand kijkt naar die plaats. Onbekend. Het was niet Jeruzalem. Dat is een prachtige plaats. En dan zeggen ze, Mephibozet, je moet nu komen. Nou, hij is bang. Als de koning jou roept, dan denkt hij, ik ben de vijand. Ik ben eigenlijk van de familie van koning Saul. Ik mag helemaal niet komen. Maar David wil het goede doen, ook al was het zijn vijand. En nu komt het. God wil jou en mij goede dingen teruggeven als herstel van dat wat jou en mij afgeroofd is. En soms zijn de dingen goed bedoeld. Mephibozet, er had een hulp. En die rende met dat jochie weg om zijn leven te redden. Zijn leven is gered. Alleen hij viel en hij brak wel zijn twee beentjes. Jij en ik kunnen denken, het leven is voorbij. Ik ben alleen maar een bedelaar. Ik kan alleen maar zitten. Niemand wil mij, want ik kan alleen maar op de grond zitten. Ik ben niks waard. Maar God zegt, kom, ik heb een plek voor jou. Aan de tafel. Bij mijzelf. Waar overvloed is. Waar aandacht is. Waar acceptatie is. Ook al kom je uit het geslacht van een vijand. Waar ik jou wil hebben, omdat jij kostbaar en belangrijk bent. Jij en ik mogen aan de tafel van de koning zitten. Jij en ik zijn belangrijk genoeg, wat je achtergrond ook is. Ook al heeft iemand het goed bedoeld, maar toch ben je gevallen door die goed bedoelde dame. En brak jij misschien dingen waarvan je denkt, is voor altijd kapot. En dan zegt God, ik draag je. En deze Mephibozet wordt overal heen gedragen. Hij wordt geholpen, hij wordt hersteld, hij wordt geaccepteerd, hij wordt geliefd. Hij mag bij de koning zitten aan de tafel. Hij krijgt een hele toekomst weer terug. Jij en ik krijgen een toekomst terug. Ook al is alles, zit je in de verkeerde plek, kan je niet meer lopen.
Ben je gebroken? Hebben mensen jou wat aangedaan? En zegt God, ik breng een ommekeer. En ik geloof dat het voor ons allemaal is. Ik geloof dat God een God van mogelijkheden is. En dat hij zelfs je wil verhogen op een nieuw level. Zonen en dochters, dochters van de koning. Dus, God zal je verbazen met zijn goedheid. Ik hoop dat je dat in je spirit hebt. Ja? Ja? Gaat het nog een beetje eind van de middag? Maar allerlaatste punt komt nu. Ja? Allerlaatste punt. Ja? Ja? Oké. Nu komt ie. Ja? De allerlaatste. Hoi, hoi. De allerlaatste. God geeft ons niet alle details op de weg naar je bestemming, naar je beloofde land. God geeft niet alle details. God geeft niet alle details. Hoe bedoel je dan? Ja, maar God zegt toch alles? Hij geeft, denk ik, niet alle details. Ik heb een voorbeeld uit de Bijbel. Ja? Misschien zijn er ook wel andere voorbeelden. Soms heb je meerdere waarheden. Maar ik geloof hier wel. Hij geeft niet alle details. Dus hij geeft een stukje van het beloofde land. Maar hoe je daar komt, niet. Maria, de moeder van de Heer Jezus. Ze kreeg alleen maar te horen, engel komt, pok, engel is daar. Ja, ik zou dat zeggen. Oh, nou ja, pok, engel is daar. En die zegt, Maria, jij krijgt een zoon van de Allerhoogste en die zal de redder worden van de wereld. Nou, wij kennen het verhaal. Maar er werd niet tegen Maria gezegd, alle moeilijkheden wat er nog tussenin zat. Nummer 1, de volgende dag. Jouw verloofde wil jou niet meer. Want ja, het lijkt erop dat jij bent zwanger. Niet van mij. Dus ik ga maar gauw weg. Dat was nummer 1, probleem 1. En dan komt een babytje. En dan moet je 2 jaar vluchten naar het buitenland. Want ja, want anders gaan ze een babytje vermoorden. Babytje wordt geboren. Niet in een paleis, niet in een mooi wiegje. Wie wil nou een baby krijgen in een voerbak? Dames, wie wil nou bevallen bij een voerbak? Ja, Joyce is wel wat gewend als vroedvrouw. Vroedvrouw moet ik zeggen. Joyce is wel wat gewend. Maar, wie wil dat? Snap je hem? God heeft beloftes, maar wij komen daar moeilijkheden tegen. Ja, maar Heer, dat hebt u helemaal niet gezegd. U hebt helemaal niet gezegd dat er een rode zee kwam. U hebt helemaal niet gezegd dat er een Goliath voor mijn neus staat. U hebt helemaal niet gezegd dat er een brandende oven is. Nee, maar goed ook. Maar goed ook dat de Heer dat niet tegen jou en mij zegt. Want dan zouden we helemaal niks meer doen. Nee, de Heer zegt, ik geef dat, maar mijn kracht, ik ben bij je. Jouw naam staat getekend in mijn handpalm. Ik ben bij je. Mijn stok en mijn staf is bij je. Ik wil jou er doorheen helpen. Met elkaar, together, kunnen we elkaar bemoedigen om er doorheen te komen. Lieve mensen, wat er ook is. En ik hoop, ik zou wel willen dat iedereen 1 keer bidden, allemaal klaar. 1 keer bidden, genezing. Dat is niet zo. Maar je kan beter wel bidden dan niet bidden. En ik kan je wel aanraden. Gods goedheid is verbazingwekkend. Net als met Mephibozet. Maar ook, net als met Maria. De belofte was fantastisch. De redder van de wereld. De Zoon van God. Maar de weg ernaartoe en daardoorheen verschrikkelijk. Wie had gedacht dat jouw kind gesmaad, bespot, verraden, vermoord wordt ten onrechte? Dat moet zij ook meemaken. Soms stoppen we. Soms gaan we niet meer wandelen. Ik wil je aanraden, dames, hakken of geen hakken. Loop door naar je bestemming met God, met geloof. Niet alleen. Laten we elkaar aanvuren. Laten we elkaar aanmoedigen. Laten we doorgaan. Donker, we gaan door, we gaan door, we gaan verder, we gaan verder. Waar je ook terecht komt, je gaat door. Je zegt, Heer, met u, niet alleen. Met u en met andere meiden die je gewoon vertrouwt. En die jou verder kunnen brengen. Niet mensen die jou terugpraten. Niet mensen die jou uit je bestemming praten, maar mensen die je in je bestemming praten. God heeft een doel, niet alleen om te leven voor jezelf, maar voor een wereld die Jezus niet kent. Daarvoor leven we uiteindelijk. En dat is de mooiste belofte wat je krijgt.
één persoon die in de hemel komt. Wow, ja? Dat waren de twee punten. Jawel. Ja. Dus geef niet op als de moeilijkheden komen. Word ook niet verbaasd als iemand je misschien slecht behandelt. Wees niet ontmoedigd. Elke dag is een stap dichter bij de troon, bij de belofte, bij het beloofde land. Hou je geloof. Hou je geloof. God gaf ons het voorbeeld, daar sluit ik mee af, dat we ons huis zouden verkopen en dat we dat andere huis zouden hebben. Vanmorgen kwamen allemaal mensen naar me toe. Hoe is het nou afgelopen? Ja, ik zei eind goed, al goed. Maar op de dag dat er een gesprek zou komen en er was nog steeds allemaal alle kanten nee, bijna 8 maanden later. En we dachten, hoe wordt het ooit een ja? En we dachten, een paar dagen voor kerst, we dachten, alles leek nee. En één persoon moest komen en die kwam niet. En we dachten, hoe? Maar God zorgde ervoor. Met een hele omweg. Een hele familie-issue en een dingetje. Dat die persoon opbelde, ik kom toch. En dat was voor ons precies de juiste persoon. En toen dachten we, gaat hij ook nog het juiste zeggen? En toen sloeg ik in de Bijbel dit woord op. Heeft te maken met je presentje. Alle mannen staan al klaar met het cadeautje. Dat heeft nu te maken met het presentje. En dat was onverslaanbaar geloof. Unbeatable faith. En ik sloeg hem open in de keuken. En ik zei, Heer, u gaat het nu doen. Ik pak dit woord. Dit woord is voor mij. Dit woord is voor mijn vrouwen. Dit woord is van u. En op dat moment hoorde ik, Ereld was in de kamer. Ik hoorde Ereld iets zeggen. Ik hoorde de andere kant op gaan. Ik hoorde en de hele klimaat veranderde. Uiteindelijk, die avond werd ons huis verkocht. Maar lieve mensen, God kwam met zijn woord op het juiste moment. Unbeatable faith. En ik heb voor jullie allemaal unbeatable faith met een heel mooi cadeautje. Ik wil hem even zien. En ik heb hem in het roze. En je krijgt allemaal een dingetje om aan jouw tasje, aan jouw dagpom. Oh, in het zwart, in het blauw, in het grijs. Ja. En er staat een heel mooi logootje op. Unbeatable faith. Allemaal 4 kleuren, 4 modekleuren. Zacht grijs, lichtblauw. En niet elkaar mee op de oren gooien. Maar je hebt hem bij je, aan je pen, aan je broek, aan je schoen. En je mag ruilen met elkaar. En pak hem, unbeatable faith. Volgens mij had Maaike dit verzonnen. Alle eer aan Maaike. Maar ik wil het woordje unbeatable faith hebben. Mooi is die, hè? Oh, je kan hem haken. Je kan hem ophangen. Je kan met anderen hierover praten. Ik appte, Natanja heeft het bolletje. We zaten te zoeken. En ik zeg tegen Natanja, ik wil niet zo'n piepklein bolletje. Nee, ze zei, is groot. Ja, het is een echt cadeautje. Een echt mooi cadeautje. Ja, niet uit China. Made in Holland. Hij kwam bijna te laat. De labeltjes kwamen gisteren binnen. Ik word daar altijd een beetje zenuwachtig van. Ja. Unbeatable faith. Onverslaanbaar geloof. Moeilijkheden zijn er om jou te doen groeien. Moeilijkheden zijn er om jou te doen bloeien. Om je te promoten. Om je te verhogen. Volgens mij luistert geen kip meer. Moeilijkheden brengen jou en mij in je bestemming. Amen. Moeilijkheden brengen jou en mij in je bestemming. Amen. Moeilijkheden brengen jou en mij in je bestemming. Met unbeatable faith. Ja? Ja. Nou, volgens mij ben ik er helemaal.